Ze zijn nog een beetje onwennig, maar daarom niet minder gemotiveerd. De nieuwe parlementsleden zijn klaar om erin te vliegen. U gaf hen het vertrouwen, nu is het aan hen om u gelijk te bewijzen. In Actua 1 stellen we u enkele nieuwe, beloftevolle parlementsleden voor. Goeiedag, ik ben Anne van Herten uit De Pannen. Ik ben 41 jaar, ben 19 jaar getrouwd met mijn man. Heb een dochter van 16 jaar. Ongeveer 18 jaar geleden heb ik de zaak van mijn ouders overgenomen, een fietsenwinkel. Mijn vader was gedurende 14 jaar burgemeester uit De Pannen voor de SPA. Hij is gestorven 2 jaar geleden en ik heb beslist van verder in zijn voetsporen te treden. Maar ik ben geen burgemeester. Ik heb beslist om verder te doen in het federaal parlement. Goh, die dag. Ik heb eerst aan het stembureau gaan staan bij ons in Adenkerke. En om 1 uur, denk ik, ben ik iets gaan eten. En ze hebben dan gebeld van Focus. Oh ja, het is er een eentje tussen gegaan, maar ze dachten van, allee, er gaan waarschijnlijk 3 zetels zijn. Kom dan naar Focus TV. En daar heb ik dan gehoord dat er in feite maar 2 zetels waren. En als ik dan terug in de zaal kwam, waar dat iedereen afgesproken heeft, kwam er dan toch die 3e zetel erbij. En dat was zo, allee, ja, dat was een heel evenement. Iedereen was content. Dan was er nog een periode dat ze dachten dat er iemand anders meer stemmen had dan ik. En eigenlijk maar om 12:30 hebben we geweten dat effectief ik zelf was. Ik was heel tevreden daarmee natuurlijk. Wat was er meest memorabele? Dat was eigenlijk dat ene berichtje van Proficiat, nu is het officieel. Dan had ik zoiets van, yes. Ik ken heel veel mensen bij ons in de streek. Ik denk dat er ook heel veel mensen uit onze partij publiciteit gemaakt hebben voor mij, omdat ze wel denken dat ik een goede persoon ben om mee te werken, om samen mee te werken. Ik begrijp ook veel dingen. Voor de verkiezingen niet echt, maar nu moet ik zeggen, heb ik toch al veel gelezen en veel nieuws bekeken en de kranten gelezen en ik maak toch dat ik mee ben en dat ik kan meepraten, zeker. Hè? Ja. Oh, dat zijn vooral positieve reacties. De negatieve zal ik waarschijnlijk niet horen. Vooral uit onze streek dan zijn er veel mensen die zeggen, allee, ja, het is goed dat er een keer iemand uit de streek is, dat we ook een aanspreekpersoon hebben dicht bij ons, dat niet altijd verder moet gaan. En allee, dat is zo'n beetje een drempel voor de mensen om iemand aan te spreken dat ze niet kennen. En nu vinden ze dat wel plezant voor henzelf ook. Ik ga zeggen, bij mij staan de deuren altijd open als ze komen en ze vragen iets. Ja, dan ga ik zien wat ik kan doen ervoor. Natuurlijk, dat zal niet altijd mogelijk zijn, oké. Het is dan voor op een diplomatische manier te kunnen zeggen, dat kan niet door die of die reden. Maar als het enigszins mogelijk is, zal ik de mensen helpen met eender wat. Bij mij gaat er veel veranderen, omdat ik toch wel van plan ben van daar heel veel tijd in te steken. Want daarvoor hebben de mensen mij dan ook gekozen en moet dat dan ook perfect kunnen uitbouwen. Vroeger werkte ik in de winkel bij mijn man. Ik was thuis, ik woon daar ook. Dus ja, het gaat heel veel veranderen. We hebben ook een dochter die altijd gewoon was van haar mama thuis te hebben. En dat zal nu ook wat geval niet meer zijn, hè. Van thuis uit heb ik heel veel steun. We hebben dat ook uitgebreid besproken voordat ik op een lijst stond. Omdat ik vind, je moet je niet zomaar klakkeloos op een lijst zetten als je weet dat je dat werk niet gaat kunnen of als je dat niet gaat kunnen organiseren. En we hebben dat heel goed besproken voordien. Dus dat zal wel lukken. Nee, in het begin wel. In het begin had ik zoiets van, goh, wat komt er op mij af? Maar ik heb veel steun van mijn partijgenoten ook. En als er iets is, mag ik altijd bellen. En eigenlijk is de schrik weg. Nee, ik heb geen schrik meer.
Wel, ik zou eigenlijk me heel graag verdiepen in de KMO. Omdat ik heb zelf ook een winkel. Ik weet wat dat de tekorten zijn en wat dat er beter kan. Daar zou ik eigenlijk heel veel voor willen doen. En wat dat ik ook graag zou doen, is de asielzoekers. Omdat ik vind dat er soms ten onrechte gehandeld wordt. Asielzoekers die eigenlijk mogen blijven, moeten we helpen. En asielzoekers die niet mogen blijven of illegalen, dat vind ik, dat moet weg. Ze moeten terug naar hun eigen land. Omdat dat toch voor ons te veel kost. En dat is iets die op mijn lever ligt ook.